We zijn op dit moment op de locatie van de Vuursteeglaan Zuid, waar Timpaan 83 woningen wilt gaan realiseren binnen de bebouwde kom van Lisse. Wat Timpaan uniek maakt is dat wij een stichting zijn, ooit ontstaan uit de woningcoöperatie in de Haarlemmermeer. En dat maakt dat wij ook meer maatschappelijk naar onze projecten kijken, zowel op vlakken als innovatie, betaalbaarheid als duurzaamheid. Het bijzondere aan dit project is voornamelijk dat het een duurzaam groen plan is waar je kunt spelen, waar juist ook heel veel extra bomen bij gezet worden, ongeveer 50, waarin we innovatief proberen om te gaan met onder andere de waterhuishouding door het toepassen van wadi's, maar ook halfverharding met parkeren, waar we een stap proberen te zetten met hoe ga je om met afvalinzameling, maar voornamelijk omdat spelen op straat in deze wijk centraal gaat staan. Daar houden we heel erg rekening met de straatprofielen mee, waardoor je echt ook heel fijn kunt wonen op deze plek als gezin, maar ook als stad en maar ook als ouderen. Er zijn ruim 30 eengezinswoningen in dit plan, waarvan een mix van vrijstaande woningen en tweekappers, waarin we proberen zo dicht mogelijk bij de bestaande omgeving ook te blijven. Dus bij de Vuursteeglaan hebben we heel bewust voor gekozen, want de straat is met veel vrijstaande woningen en verspringen in gevels, om dat daar ook te gaan doen. Aan de zijde van de Herenweg hebben we ervoor gekozen om voornamelijk tweekappers te realiseren, zodat je eigenlijk ook aansluit bij je omgeving. 25% sociale huur en 35% middensegment in de koop of huur. Dat moet nog nader bepaald gaan worden. Maar dat betekent dus dat een heel groot deel van het plan in het betaalbare segment komt tot maximaal de NAG-grens. Of ongeveer 1050 euro huur per maand. Waardoor er niet alleen hier kansen ontstaan in vrijstaande woningen, in tweekappers en in rijwoningen, maar juist ook een hele mooie mix gaat ontstaan van een wijk waar juist ook aandacht is voor die betaalbaarheid. Op de website vuursteeglaan-lisse.nl zal vanaf vandaag de informatie opstaan van de informatiebijeenkomst van 6 juli. En op die manier bieden wij de gelegenheid om de komende periode uw inspraakmogelijkheden aan ons kenbaar te maken. Alle informatie staat daarvoor op de website. En als u vragen heeft, suggesties of dergelijke, dan bent u van harte welkom om samen met ons de plannen te gaan verfijnen.